eindelijk krijg je deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik heb op 1 september deze foto geplaatst op mijn Instagram. Net als Lekker Vega, omdat ik daar toen een interview ging doen. Dat interview staat inmiddels online, inclusief de vragen die zijn beantwoord. Maar er zijn heel veel vragen tussen die ik dus niet heb beantwoord. Dus terwijl ik daar, wil ik daar nu eens eventjes rustig met jullie naar kijken. Want dat heb ik beloofd om dat te doen. Nou, ik doe eerst even de vragen op mijn kanaal of op mijn Instagram en daarna op die van Lekker Vega. Dus het wordt een uitgebreide zit. Als je er zin in hebt, blijf kijken. Soy & Cherry vraagt, welke superkracht zou je willen hebben als je mocht kiezen? Mijn zoon en ik zijn vanmiddag naar The Incredibles geweest. Nou, The Incredibles hebben wel hele leuke superkrachten. Ik weet niet, ik ben daar niet zo heel goed in misschien om mensen toch een soort van de waarheid te laten zien. Alhoewel is dat wel redelijk confronterend en dat zal niet iedereen leuk vinden. En ik ben momenteel de Fantastic Beasts aan het kijken en Harry Potter fans ben ik ook wel fan van. Dus stiekem zou ik dat ook wel willen kunnen zo met zo'n toverstaf, ja, leuke dingen voor elkaar krijgen. Dat lijkt me wel echt, ja, dus ik denk dat ik zoiets zou willen kunnen. Dat lijkt me wel echt geweldig. Ja, ik denk dat zoiets zou kunnen. Even kijken. Eetje Groente vraagt, wat is je lievelingseten? Vegan natuurlijk. Ik hou heel erg van pasta's en ik hou heel erg van, ik hou van zoveel eten. Ik ben wel een lastige eter, heel eerlijk. Ik ben echt een lastige eter. Zeker met mijn groentes en dat soort dingen. Al is dat tegenwoordig echt een heel, heel stuk beter dan dat vroeger was. Maar goed, ik hou van curry's. Ik hou eigenlijk van heel veel dingen. Dus ik vind dat heel erg lastig. Ik denk dat ik voor pasta's zou gaan als ik echt... Ja, lekker. Gewoon, ik hou van pasta. De vraag van Balancelle is gevraagd. En de vraag van Elke is ook gevraagd. Oh, en ik zei bij Elke dat ik niks miste. Maar ik mis kant-en-klare champignonsoep. Ja, voor degene die dat laatst hebben gevolgd. Die weten dat ik daar nog naar op zoek ben. Maar in die tijd was ik daar niet zo mee bezig. Toen dacht ik dat ik alles had. En totdat ik laatst ik dacht, oh, champignonsoep. Ja. Dus dat is het enige wat ik trouwens nu mis. De vraag van Mitsui Meatless Food. Die trouwens ook bij hun te gast is geweest. Dus als je haar beter wil leren kennen, moet je daar zeker even naar kijken. Die vraagt, wat vond je als omnivoor lekker en hoe vervang je dat tegenwoordig als vegan? Nou, ik ben nooit omnivoor geweest. Ik heb nog nooit vlees gegeten, nog nooit vis gegeten. Dus dat geeft soms ook wat uitdagingen als er iets nieuws op de markt komt waarvan ik denk van, oh jee, wat moet ik hiermee? Dus ik heb daar niet... Nee. Het enige wat ik dus nu verander is van nepkaas... En in plaats van crème fraîche gebruik ik nu soja-yoghurt meestal niet, maar vooral kokosyoghurt en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk voor nu mijn variatie. Ja, ik heb niet het idee dat ik dingen moet vervangen of zo. Ik heb nooit vlees gegeten, dus ik hoef niks te vervangen. En ei mis ik eigenlijk niet per se. En als ik het mis, dan kan ik daar tofu scramble of zo van maken. Dus er is altijd wel mouw aan te passen. Mijn vraag van VegaFitty is, heb je veel vegans in je omgeving? Toen ik begon natuurlijk helemaal niet. Toen ik begon was ik de enige. Dat heeft wel even een poosje geduurd. Totdat ik Kiwi in het echte leven leerde kennen en Sebastiaan. En totdat ik dus langzaam op Instagram ging en op die manier langzaam steeds meer mensen leerde kennen. En die mensen ook op events of bij potlucks leerde kennen. Ondertussen is het denk ik een derde vegetarisch of vleesetend en de rest is ondertussen van mijn vrienden vegan. Want ik heb heel veel leuke, mooie, nieuwe vriendschappen door dit gekregen. Ik ben daar heel blij mee. Alrighty, dat zijn het nu voor mijn vragen. Ik ga nu over naar de vragen die op Lekker Vega zijn gesteld. Alrighty, de vragen bij Lekker Vega. Ira108 vraagt, was het moeilijk voor jou om met YouTube te beginnen?
moeilijk niet. Je moet natuurlijk wel even een drempel over en je moet vertrouwd raken om te kletsen tegen een camera. In de eerste instantie bij mij was het kletsen tegen mijn telefoon, want ik ben gewoon begonnen met mijn telefoon. Ik ben niet meteen gaan investeren in camera en alle equipment. Ik wou dat rustig moment rustig doen en ik wou eerst even weten of het paste bij mij. En ja, ik vind het heel leuk, dus vandaar dat ik mijn camera heb gekocht. Ik wil binnenkort beginnen met investeren in lampen en dat soort zaken. Dus daar ben ik wel mee bezig. Dus was het moeilijk? In het begin was het erg onwennig vooral. Moeilijk valt eigenlijk wel mee. Ik merk dat ik heel makkelijk klets. Ik merk wel dat als ik dingen overnieuw ga doen, 6 of 7 keer, dat het dan niet meer zo lekker loopt. Dus ik ben wel iemand die het gewoon in één keer inpraat. Ik script helemaal niks. Heel af en toe dat ik puntjes zeg van ik wil dit, dit en dit bespreken. En dan wordt het op die manier. Maar ja, was moeilijk. Ik heb daar wel ruim 3 maanden of ruim 2 maanden echt goed over nagedacht. Van wil ik dit echt inderdaad. Laura van Nuenen heeft eigenlijk hetzelfde soort vragen als Balancelle. 5 producten mee mocht nemen naar een onbewoond eiland. Die wordt verder beantwoord in de video van Lekker Vega. Finifinifici vraagt, wat is de domste opmerking die je ooit over veganisme hebt gekregen? Oh my god, domste. Er zijn er zo ontzettend veel. Ik denk de meest domste is, oh dan kan je alleen maar worteltjes eten. Echt, dat ik denk, jongens, waarom? Je kan zo ontzettend veel. Een vegan meisje, wat vind je van het allermooiste aan veganisme? Ik heb daarop geantwoord iets over mezelf en wat het met me doet. Maar eigenlijk vind ik daar, wil ik nog een kant tegen, nog iets bij voegen. Het gaat namelijk niet alleen om mij. Het gaat ook over dat het veganisme goed is. Niet alleen voor mij, maar ook voor de wereld op zich. Met alle broeikasgassen en allerlei rotzooi. En alle spullen die er helemaal niet zo grootschalig in moeten worden gebruikt. Maar ook ontzettend goed voor het milieu als je niet dierlijke producten eet. Want het grootste deel van onze consumptie of aan voedingsmateriaal wat er wordt verbouwd, dat gaat helemaal niet naar mensen. Dus de ene helft van de wereldbevolking sterft omdat er geen eten is. En de andere wereldbevolking gaat het eten naar die paar koeien. Terwijl als je 1 koe hebt, kan je daar 7 weilanden graan voor laten verbouwen. Dus dan zou ik zeggen, doe het dan 7 weilanden graan, dan hebben we oma straks meteen wat minder wereld, honger en dat soort dingen. Dus ik neem aan dat dat ook ietsjes beter is voor onze planeet, dat we er wat fatsoenlijker mee omgaan en dat niet allerlei regenwouden worden gekapt en al dat soort zaken. Dus vandaar dat ik dat even nog bij wou voegen. Oh, Afieke van de Zender vraagt... heb je in deze op vlees- en zuivelgerichte wereld wel eens twijfel over veganistische voeding en hoe ga je daarmee om? Als ik over iets twijfel of me ergens niet helemaal, dat ik denk van hey, dit of dat, dan ga ik daar eerst even goed in verdiepen. Er is heel veel materiaal. Helaas zijn er nog niet meer kanalen zoals die van Dr. Greger, want dat zou ik echt ideaal vinden. Mike the Vegan is ook een hele goede resource om dingen op terug te lezen. Ja, ik lees echt, ik luister vooral, want ik ben natuurlijk vanwege mijn dyslexie ben ik niet altijd de beste in het lezen. Dus ik luister heel vaak naar mensen waarvan ik het idee heb van, oh, die weten wel ongeveer waar ze het over hebben. En ik vind het heel jammer dat onze wereld heel erg gericht is op vlees en zuivel. Want het wordt echt in de raarste producten wordt in één keer melk aan toegevoegd of in één keer eieren aan toegevoegd waarvan je denkt waarom wordt hier in vredesnaam melk of eieren aan toegevoegd. Ik denk dat we zijn doorgeslagen een beetje hier in het Westen in alles maar rond de zuivel vleesindustrie te draaien in plaats van dat je kijkt van wat is er gezond voor iedereen en zo beter voor iedereen. Heb ik vertrouwen zoals over veganistische voeding? Nee, ik ben niet altijd de beste in de dingen die ik weet te formuleren. Daar ben ik me zeer van bewust. Daar laat ik dus ook graag aan anderen over die dat heel goed kunnen. Maar ik probeer wel echt goed mijn research te doen. Ik wil wel van allerlei verschillende dingen horen. Hoe zit dat dan en waarom is het dan? Ik vind wel dat je goed moet blijven verdiepen en blijven verdiepen. Maar dat is meer mijn mening. Ik vind het gewoon heel fijn om blijven te onderzoeken, blijven te luisteren naar bijvoorbeeld een Dr. Greger, naar bijvoorbeeld een Lopke Vaassen, die echt wel weet waar ze het over heeft, naar een Janneke, waarvan ik het gewoon af en toe gewoon heerlijk vind om gewoon naar te luisteren.
Elke Abtroet vraagt, je hebt wel eens verteld dat je vegetarisch bent opgevoed. Was dat vanwege gezondheid of ethische overwegingen of beide? Ik ben vegetarisch inderdaad opgevoed. Dat was vanwege de ethische reden. Mijn vader kwam erachter op een hele jonge leeftijd al. Dat van, dus zoals ik net al zei, dat je één koe moet voeden. Voor één koe heb je dus 7 velden, voetbalvelden graan nodig. Of tenminste, je kan er 7 voetbalvelden graan, maar gewas nodig om die koe te voeden. In plaats van dat je dus die 7 weilanden verdeelt over meer mensheid. En hij had gehoopt dat bij het dat ondertussen ook meer bekend zou zijn. Dus dat er ook ondertussen meer mensen vegetarisch of veganistisch zouden gaan eten. Dus dat is eigenlijk meer de reden van mijn ouders. Mijn moeder is vegetarisch geworden omdat ze gewoon vlees goor vond. Punt. En dat vind ik wel heel grappig. Ze vindt heel veel van die vleesvervangers die er nu zijn. Vindt ze ook echt te veel echt smaak. Ook al weet ze niet meer hoe het is. Dus dat vind ik dan wel weer heel grappig. Dus ik ben echt veganistisch gaan eten vanwege mijn gezondheid. Maar bij hun was het meer een ethische reden. Plantaardige vraag. Wat is de beste tips om een stap naar veganisme te maken volgens jou? Verdiep je. Verdiep je in wat het met je doet. Wat het met het milieu doet. Wat het met veganistisch eten, met jezelf, met het milieu, en met de dieren vooral ook. Wat doet het? Hoe kan jij een beest recht in zijn ogen kijken en het oké vinden om af te choppen? Zou je überhaupt een beest zelf kunnen in mootjes hakken? Kan je dat? Kan je beest doodmaken? Dat is wat ik mij heel vaak, wat ik aan alle kanten hoor. Dat is ook iets wat ik zeker in het begin nog wel redelijk fanatiek aandroeg. Ja, maar ik moet mijn vlees hebben. Ik zeg, kan je het beest zelf doden? Nee? Oké, stoppen dan met eten. Ik merk nu dat niet per se altijd even goed werkt. Dus ik ben daar nu wat subtieler in. Ik zeg altijd, kijk de documentaires. Nou hoeft dat niet per se de reden te zijn om veganistisch te gaan eten. Want ik heb niet alle documentaires gezien. Sterker nog, ik denk dat ik 2 documentaires of misschien nu 3 documentaires heb gezien. Want sommige vind ik gewoon te heftig. Ik ga dat niet voor mijn lol kijken. En een andere tip is, volg plantaardiger als je wat meer over de bio-industrie wil zien en dat soort zaken. Ik vond het een hele leerzame ervaring. Het is een stuk professioneler als dat ik hier gewoon mijn cameraatje neerzet en gewoon ga lullen. En ik vond het, ik vind het heel, heel bijzonder om terug te zien. Ik heb me weer redelijk verbazing teruggekeken van de week. Dingen dat ik dacht van, oh klopt dat eigenlijk wel? Heb ik dat wel goed gezegd? Heb ik even snel opgezocht? Maar ja, ik sta er wel redelijk goed achter. Eigenlijk sta ik er gewoon helemaal achter wat ik heb gezegd. En ik vond het vooral een hele mooie ervaring. Dus dankjewel Lekker Vega voor deze opportunity, voor deze mogelijkheid. En ik vond het heel bijzonder dat ik daar als toch klein kanaal en klein Instagram daar aanwezig mocht zijn. Tussen al die mensen met al die duizenden volgers. En dat vond ik wel heel bijzonder dat ik daar mocht zijn. Goed, dankjewel voor het kijken naar deze nieuwe video. Heb je verder vragen, opmerkingen, andere dingen? Laat het natuurlijk weer beneden achter. En hopelijk zie ik je de volgende video. Hi!